Lieve vrienden, ik had eigenlijk al afgesloten, maar ik wil jullie toch even nog wel wat laten horen. De kerkklokken, zoals ze hier in Den Helder gaan. Thank you.
zoals jullie zagen onderaan de dijk met het wandelen, kwamen wij Ruud met Bibi tegen. Ruud stond bovenop de dijk en ik stond beneden, want ik zou het centrum in. Nou, ik dus geschreeuwd van, nou, kwam die naar beneden. Nou, hij is meegegaan naar huis. Hartstikke gezellig, enkel, ja, we hadden het ook even over dingen wat jullie niet aangaat, dus ik heb het niet gevlogd. Ik haal ook net deze uit mijn tas vandaan. Ik denk, oh ja, dat ding dat zit daar nog in, is ook zo. Nou ja, gelijk maar even pakken en eventjes zeggen dat we al lang al thuis waren. En nou ja, Ruud is ook alweer naar huis. Het is nu alweer 6:09, dus ja, etenstijd voor velen. Ik ga ook zo meteen aan het eten beginnen, dus dan zullen we wel weer eventjes in elkaar vatslongen, ik weet nog niet wat. Ik heb ook eigenlijk nog ineens geen zin om te eten, maar ja, je moet toch eten, ja toch, ja. En, had je gaapje, meisje, moet je even gaapje doen. En arme Bibi, die heeft een tumor, ja. Ik had het al naar Karin doorgestuurd dat haar tepels zo dik waren, alsof ze schijnzwanger is. En, ze heeft een tumor erbij, ja, dat bobbeltje wat ik ook gefotografeerd had. Nou, dat is een tumor. Ik denk, nou ja, haar een beetje, weet je, zodat het moet aan geholpen worden. Nou ja, ik heb al een afspraak gemaakt. Dat komt hopelijk dan ook wel weer goed. Maar dat komt, ja, ik hoop dat het beestje op mag knappen daardoor, ja. Hoe moet ik het anders bewoorden, hè? Maar oké, ik ga deze camera leeghalen, ik ga de GoPro leeghalen, want op mijn computer staat niks meer om in elkaar te zetten. Ai, ja, dan hebben jullie overmorgen geen film. Ai, dat is rampzalig, toch? Ja. Dus ik zal het allemaal leeg gaan halen en dan kijken wat we verder gaan doen. En ik wens jullie vanavond voor nu dan allemaal een eetsmakelijk bon appetit. En een hele fijne liefdevolle avond. Geniet ervan. En ja. Verzin een leuk spelletje. Ja, ik heb trouwens net een leuk spelletje op mijn wat is app binnengekregen, op een stuk papier, dan maak je een cirkel. Nou, en dan zet je erboven, wat zullen we doen vandaag? Maar die cirkel die verdeel je weer in allemaal stukjes. En in die stukjes zet je de bioscoop, naar de kroeg, uit eten, ik noem maar wat, speeltuin, naar het strand. Weet je, maar dan hangt er in het midden, zit er een spijker en dan hang je een sleutel aan. En die sleutel die geef je een sweeper, nou hij komt in alle tijden beneden. En beneden daar staat, we blijven thuis. Dus dan moet je wel voor zorgen dat we blijven thuis, dat beneden niet zit. Nou ja, eerlijk gezegd een deuk. Echt. Ik vond het wel grappig. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen geniet ze met elkaar. Wees lief voor elkaar, help elkaar. En voor de jongeren onder ons, de jeugd, hou afstand. 1,5 meter. Ja, 1,5. Vandaag was er, zover ik weet, markt in Den Haag. Die markt liep stormvol. Gebruik jullie verstand in vredesnaam. Maar nee. Oh, ik kan daar zo kwaad om worden. En dat zijn dan de volwassen mensen. Met onder andere ook jeugd erbij. Maar gebruik je verstand. Op zo'n markt kan je toch niet als die tand vol is 1,5 meter uit elkaar lopen. Gebruik je verstand. Ik ben vanmiddag ook buiten geweest. Heerlijk. Iedereen hield rekening met elkaar. Rudy liep aan de andere kant van het fietspad met Bibi in het gras. Ik liep op de stoep. Komt nog een vrouw aan mijn hondje, maar ik kom mooi. Een inham in, dus daar ben ik blijven staan zodat die vrouw door kon lopen en toen kon ik ook weer door. En Ruud, ja, die kon sowieso wel door, maar omdat we samen liepen, bleef die wel staan op het gras. Nou ja, zorg dat je ruimte schept. Blijf niet bij elkaar plakken. Hou afstand, want jij bent een beetje verkouden, maar je geeft het aan die over en die krijgt het coronavirus.
dankzij jou. Blijf bij elkaar weg. Je mag wel visite. Ook dat doe ik met Ruud. En degene die niet durven, nou, die blijven maar weg. Maar als je wel durft, dan ben je welkom. Maar hou afstand. Ruud, die had die stoel, maar is dat nog niet goed? Deze stoel, die zet Ruud helemaal hier neer, bij de kast. En ik zit bij mijn bureau. Ja, nou, dat is hier. Nou, er zitten meer dan 1,5 meter tussen ons in. Ja, dus wat wil men dan nog meer? He, dit is zomaar 2-3 meter. Ja, dus hou afstand, lieve vrienden. Ja, wie dan ook. Wie er ook naar mijn vlog kijkt, hou afstand van elkaar. Ja, en laat je dieren niet aaien. Ja, dat was mijn fout. Ik dacht er even niet bij na. Werd er keurig netjes gevraagd door een meisje, mag ik het hondje wel aaien? En ik zeg, pomp verloren, ja. Maar dat mag ook niet meer. Je mag geen vreemde honden aaien. Dus ja, blijf er uit de buurt. Wegwezen. Doe je ding. Wil je praten? Blijf even goed op afstand. Want straks dan heb je niks meer. Hier waren ook de meeste winkels dicht. Er waren er maar een paar dingetjes die open waren. En die gingen om 4 uur al dicht. Ja. Dus, jullie hebben het zelf in de hand, lieve mensen. Ik heb het in mijn eigen hand. Ik hou me eraan. Maar houden jullie er ook aan? Zo niet? Doe dat dan. .nl. Wat verdik je. Hé, hey, Kandalf. Hoi, kereltje. Maar oké, ik zou zeggen, een fijne avond. Wees lief. Ik ga er tussenuit. Ik knijp er tussenuit op de goede manier. Ik zou zeggen, voor later op de avond wel rusten met de mooiste dromen. En ik hoop dat ze voor in ieder mogen uitkomen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei, 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 doei. Lieve vrienden, ik had eigenlijk al afgesloten. Maar ik wil jullie toch even nog wel wat laten horen. De kerkklokken. Zoals ze hier in Den Helder gaan. Wat is die daar? Even zoeken hoor. Moet ik zelf eens meezoeken? Of is dat ding? Daar. Maar, toch heel Den Helder slaan ze. Kwartier lang. Bij jullie ook? Laat het even horen. Respect voor al diegenen die heel lang op hun benen moeten staan en hun handen van de ene persoon naar de andere persoon gaan om ze te redden van de coronavirus. Ik hoop dat alles goed komt. Zowel voor ons, zowel voor hun. Of eigenlijk andersom, eigenlijk voor hun en dan voor ons. Eerst aan een ander denken, dan aan onszelf. Het is ernstig. Het schijnt al ook al in het rioolwater te zitten hier in Nederland. Dus ja, hoe erg het allemaal nog gaat worden. Ook vandaag door de stad heen. De meeste waren al dicht. Er was nog een klein winkeltje open. Er was een vriendin van mij. En die ging ook sluiten. Ja, dat is bizar. Ja, lockdown. Ja, ik denk dat de meeste uit hunzelf dan wel dicht gaan. De markt is afgeblazen in Den Haag. Er was vandaag een markt, maar die is dus gelijk ook afgeblazen. Iedereen kon wegwezen. Ze zijn allemaal weggestuurd. Ja, gelijk hebben ze. Ketel niet doen. Gebruik je verstand. Maar ja, dit gaat een kwartier lang duren. Respect voor hen. Die dus zoveel doen. Voor al die mensen die aan de coronavirus besmet zijn geworden. En degenen die zijn overleden. En de nabestaanden. Allemaal voor jullie. Ik krijg er kippenvel van. Hè. Het is zo bijzonder. Zo bizar.
Dit heb je normaal niet. Ik dacht vorige week, wat is dit nou? Maar toen wist ik het niet, had ik het nog niet vernomen dat ze zouden gaan slaan om 7 uur. Maar ja, zolang het, ik denk dat het andere woensdag ook weer zal gebeuren. Maar het is bijzonder en het is ernstig genoeg. Maar ik vind het wel bijzonder dat ze het doen. Zo zou ik ook dolgraag weer naar een punt toe willen en dat daar mensen bij komen, maar op afstand allemaal. En dan klappen, 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 klappen. Ook voor de zorg, et cetera. Er moet meer wezen dan enkel maar dat. Ja. Maar oké, lieve vrienden, nogmaals voor de tweede keer. Een hele fijne avond en tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!